Het gaat goed met de verkoop van houtkachels. Ondanks dat we midden in de zomer zitten, denken mensen al aan komende winter. Dat merken ze ook bij Van der Wielenkachels in Wiegen. Nou ja, we hebben een verkoopstijging momenteel van rond de 40% ten opzichte van de voorgaande jaren. En dat de verkoop zo goed gaat, komt vooral omdat de energierekening de pan uitreist. Als je hoort van mensen die nou van 300 euro energiekosten naar 600 euro energiekosten gaan. Ja, op het moment dat je hout gaat stoken, ja, dan kun je misschien weer terug naar die 300. Goed dus voor de portemonnee. Tenminste, als je het geld hebt. De mensen die het aanschaffen, dat zijn de mensen die het geld hebben om een kachel van 1000 tot 2000 euro aan te schaffen. En de mensen die het echt nodig hebben om energie te besparen, die echt in de knel komen te zitten qua kosten, die kunnen het niet eens aanschaffen. Daarbij is D66 sowieso niet zo'n voorstander van een haardkachel. Ja, voor het milieu heeft het wel een impact, maar het heeft ook impact op mensen. Dus mensen die astma hebben, die ervaren heel veel overlast van een houtkachel. Vooral als die slecht wordt gestookt. Dat er soms slecht wordt gestookt, beaamt ook Van der Wielen. Het gaat zeker wel eens mis, ja. Als mensen geen goede voorlichting gehad hebben, dan kopen ze of een te grote kachel, of ze kopen nat hout, of ze bedienen de kachel niet goed. Daarom is ook eigenlijk ons advies voor mensen die hout gaan stoken, koop een houtvochtmeter. Want hout mag eigenlijk tussen de 12 en de 18% vocht bevatten. Als dat meer is, dan moet je het eigenlijk niet gebruiken.